Oh, ik schep niet graag op over mezelf. Doe dat ook maar niet. Maak het niet erger dan het is. Ga weg. Laat me met rust. Ga van mijn planeet. Yo gasten, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe FIFA 22 Ajax Career Mode. We zijn er weer. Gisteren hebben we even Bury geüpload. 150 likes toen keihard behaald voor vandaag weer een Ajax video. En willen jullie morgen op de zaterdag de volgende Ajax Career Mode video online hebben? Hier was een nieuw like doeletje. 200 likes op deze aflevering en morgen krijgen jullie een nieuwe. Gaan we nou door met deze maand en nu wordt het interessant. We krijgen nu de Champions League Eredivisie. En ik wil altijd gewoon twee wedstrijden zeg maar, per aflevering spelen. Maar om dat constant dan alleen maar Champions League wedstrijden te laten zijn, vind ik ook een beetje meh. Dus ik ga hier, Besiktas Shimmen, Dortmund gaan we spelen. Want dat is de meest pittige, denk ik. En we gaan Groningen, denk ik, spelen. Twee wedstrijden dicht op elkaar. Interessant, maar dat gaat het worden. Let's do it. En dan inleen aanbod voor Zetvoort. Transferperiode is al voorbij. Raak niet in verwarring. Kom niet meteen weer aanzetten met weet ik veel hoeveel transfertips. Dit is, dit kan gewoon. Ik heb geen plannen voor Zetvoort. Ik kan het niet afwegen. Delegeren. Hold up. Ja, fuck it. We doen delegeren. Ik doe gewoon start op 600.000. Ga niet lager als 450. En go. Na eerste wedstrijd tegen PEC komt er aan. Die gaan we simuleren. Voordat we gaan simuleren, is het wel eerst tijd voor de pers. Wat zijn jullie van plan om met het prijzengeld van de Champions League te doen? Nog betere spelers kopen of nog steeds iets mindere spelers? Goeie vraag, maar wat dacht je ervan dat we eerst maar eens gaan afwachten hoe ver we daadwerkelijk in de Champions League gaan komen? We zijn net in de groepsfase, dus ja, hoeveel prijzengeld hebben we tot dusver binnengeharkt? Wat we ermee gaan doen en ja, hoe zeg je betere spelers en mindere spelers? Wij zijn altijd gewoon op zoek naar spelers die een versterking kunnen zijn voor ons team. Dus mindere spelers, I don't know man, of dat überhaupt een ding is. Maar als jij dat vindt, mag je dat vinden. Wat verwacht je dit seizoen te bereiken in de Champions League? Nou, deze vraag heb ik eigenlijk vorige keer ook al een beetje beantwoord. We willen minimaal de kwartfinale behalen in deze Champions League dit seizoen. En ja, mochten we de groepsfase niet overleven, Europa League ingaan, willen we de finale gaan halen. Maar wat betreft de Champions League, dit jaar de kwartfinale. En hopelijk komen we nog verder. En dan zullen we per jaar op basis van de kracht van ons eigen elftal en op basis van hoe we het hebben gedaan, oordelen hoe ver we willen komen ieder jaar in de Champions League. Ga je David Neres nog veel in dit elftal gebruiken of als vervanger? Ja, het is natuurlijk geen geheim dat David Neres weg wil eigenlijk. Hij wil niet van avontuurtje aangaan in het buitenland. Hij vindt het niet erg om hier nog steeds altijd te zijn. Maar we zijn wel vanuit beide kampen, dus vanuit Ajax zijnde en ook de zaakwaarnemer van Neres zelf zijn we aan het kijken naar wat de opties zijn of we een mooi team voor Neres kunnen vinden. Tot die tijd blijft hij gewoon lekker bij ons mee voetballen en heeft hij nog altijd een meerwaarde en is het nog altijd een speler met enorm veel talent. Daar laat ik het bij voor nu en ik zie jullie de volgende keer weer. Nou, dat is gedaan. Is zien of dit team kan gaan winnen van PEC. Het zal wel moeten, toch? Het zal wel moeten. Ik heb hier mijn basis op het moment klaarstaan. Moet ik even dubbelchecken of dat laten we hier even een paar aanpassingen in gaan doen. We gaan toch maar even met de wissels. Tuurlijk moet ik wel een beetje degelijk aantreden. Haller, ga alsjeblieft gewoon daar staan. Tadic is een man die ook altijd bijna altijd wel speelt. Neres kunnen we laten staan. Kudus. Voor de rest vind ik het wel prima. Vlekken gaat gewoon wel Eredivisie keepen. Sorry makker. Ja, we gaan het hiermee proberen. Struikie ook wat speeltijd, ook leuk voor hem. En nu zeggen we snel simuleren. Come on, geef hen over 1-0 verloren. Goed, nu hebben we twee competitiewedstrijden gesimd. Volgens mij alle twee verloren. Niet de start waar je op hoopt, kan ik je vertellen. En dan komt nou Besiktas eraan. Europees voetbal Pasveer wil Champions League keeper. Oh my. Pasveer, jongen. Je hebt het.
Sorry, ik ga eerlijk zijn. Hij komt niet eens meer aan mijn plannen voor. Het is lullig voor hem, maar je hebt het even niet meer voor het zeggen, vriend. En dan nu de wedstrijd tegen Besiktas. Zinnen, Haller, Tadic, gelukkig niet al te vermoeid geraakt. Dus ik ga ze gewoon laten staan voor deze pot. En deze gaan we dus ook simmen. Dit wordt een interessante... Ik heb helemaal geen vertrouwen in de simulatieresultaten tot dusver. Want volgens mij hebben we ook thuiswedstrijd... Gelijk. Oké. Drie wedstrijden gesimd deze carrière met competitieve. De vriendschappelijke reken ik niet mee. Drie kutresultaten. Twee verloren. Één gelijk. Oh, daar komt die ouwe ook nog eens aan. Oh, ik schep niet graag op over mezelf. Doe dat ook maar niet. Maak het niet erger dan het is. Ga weg. Laat me met rust. Ga van mijn planeet. Nu de Cambuur. En dan Fortuna. Oké. Even zien. Een paar kleine aanpassingen. Gravenberg kan rust gebruiken. We gaan Timber naar Ranch gaan we opzetten. En voor de rest laten we de basis staan als we nou geen overwinning pakken. Ook al is het simmen. Word ik helemaal gek. 2-1, dank u wel. Het zijn Blind en Haller. Oké, cool. Dan nu Fortuna. En 2 dagen ertussen. Oftewel team dood, weet ik nu al. Dat bedoel ik, maar ik ga ze toch nog wel even deze pot laten spelen, grotendeels de basis. En dat heeft een reden, anders is, ik ga de volgende pot hierna tegen Groningen zelf spelen. En dat wordt zoveel mogelijk met reserves waarschijnlijk. Kudus voor Berghuis. Ik wil Neres even spelen, of op de plek van Anthony. Hiermee gaan we simmen, snel simuleren. 1-3 overwinning. Kijk, nou begint het wat meer ergens op te lijken qua resultaten. Hat-trickje Tadic. Lekker hoor. Nou, we even weer gaan training, gaan simuleren. En dan is daar nu Groningen. En dit zou ik dus moeten doen met wissels. Tadic, 5 doelpunten in 6 wedstrijden. Lekker bezig, pik. Goed gedaan. De wissels gaan we erbij pakken. Even gauw, even zien. Sowieso vlekken gewoon opstellen, dat dan weer wel. Ik wil best Darami spelen. Anthony. Ja, ik ga hem wel blind laten berusten, denk ik. Nico gewoon. Saracchi mag wel even spelen. Saracchi mag van mij even spelen. En ik denk dat ik het voor de rest... gewoon lekker zo laat. Dit is het team waar we het mee gaan doen. Hopelijk gaan ze het goed doen. Nou, zie je. Thanks voor het voorstellen. Ik ga het overslaan. We gaan lekker naar de aftrap. Groningen is de partij. Moeten we kunnen hebben. Laten we gaan beginnen. Nou, Groningen mag aftrappen. We zijn begonnen. Ranch. Geen buitenspel, please. Nee, kennelijk niet. Oké, lekker. Groningen, dit is Anthony. Oké. Scheelde niet veel, waarom zou ik Groningen daar random tussendoor? Maakt niet uit, eerste kans van de wedstrijd, Anthony tikt naast. Bro, doe niet zo gevaarlijk. En thanks Vlekken voor het vangen van die bal. Groningen daar uit het niets met een kans. Oh my lord, Saracchi. Heel veel ruimte, Anthony. Anthony er nu langs. Anthony schieten. Ja, goal. Oké. De reffer die gaat de bal daar verliezen. Hij leek er even overheen te lopen of zo. Maar Anthony doet het hier dan toch. 1-0 in de pocket. Een paar schijnweentjes die hem, I guess, toch een soort in de war maakten. Of stond hij een meter van me af? Ik heb geen idee. Maar het werkt. 1-0. Lekker hoor. Dankjewel. Anthony. Goede verovering Gravenberg. Lekker hoor. João Pedro houdt goed vast. Ik zie daar op de vleugel. Saracchi met de voorzet. En nee, geen kopbal voor ons. Ik wou zeggen voorzet al. Waarom doe je nou dat? Je hoeft hem niet meteen over die achterlijn te rammen. Wie dat ook was. Dit is dan weer zo zonde. Maar goed, ze doen er gelukkig helemaal niks mee. Oké, ik zie daar... ik wou naar Pedro. Nou zie je Darami dan. Darami met een gekke voorzet. Pedro, nu de kans.
Hoekschoppie. Ook gezellig. Slingeren we de 16 in. Daar kunnen we in eerste instantie niet heel veel mee. Wat dacht je van op de bal afgaan, pik? En één keer. Boemen. Jammer. De rebound. Nee. Saracchi moet weer in de wel komen. Ah, hij is gepasseerd, maar de voorzet is niks. Ah, dit spel kan soms echt niet passen. Ik zweer het je. Waar? Dit spel heeft geen goede pass accuracy. De meest onlogische paas om te geven werd net gegeven. Nou zie je João Pedro en die ramt hem binnen. Kijk. Ik was even gefrustreerd. Er zijn bepaalde dingetjes in deze feed. Misschien is dat nog een kwestie dat ik er beter aan moet wennen hoor. Ik ga nu de hele game afkraken. Maar soms jongen, dan wil ik een paas geven en dan vliegt hij toch 5 meter net naar rechts of zo. Of gewoon scheef. Maar 2-0 voorsprong, João Pedro, eerste geloof ik nu voor hem, voor Ajax. Lekker doelpuntje, João Pedro, dankjewel voor de 2-0. Laatste wissel aan mijn kant, Struik gaat eraf, Blind gaat erop komen. Hebben die voorsprong weer beter verdedigen. Mijn eerste wissels waren Darami eraf voor Tadic. En wie was de ander ook alweer? Klaassen erop voor Gravenberg. We gaan er niet toch nog tegen door. Lekker Klaassen, strijder. Dat is wat we willen. En die paas was voor João Pedro eigenlijk. Daar wou ik in gedachten naartoe. En dat zijn toch dingetjes die in het verleden niet zo vaak fout gingen. Naar mijn gevoel. Maar hé, daar komen we nog gelukkig goed mee weg. En dat was hem. 2-0 gewonnen. We hebben de nul behouden. Dat is ook wel even lekker voor onze doelman. Vlekken. Nodige overwinning ook. Eens kijken hoe de stand eruit gaat zien. Haller heeft zich ontwikkeld. Ik had niet eens een ontwikkelingsplan voor de beste man. Maar top. Oké, nou we nu dus de wedstrijd tegen Dortmund. Dit wordt een flinke jongen. Het wordt een strijd. Zwaarste wedstrijd tot nu toe voor deze carrière mode die we gaan spelen. Een echte test. En ik ga hem gewoon doen. We gaan even gauw eerst naar de opstelling toe. Willen we hier iets misschien veranderen? Nou, niet per se. Maar we gaan wel even starten met Neres, zodat de basis in ieder geval helemaal 100% fit lijkt te zijn. Hebben we misschien al een derde tenue in deze game? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan gaan we maar gewoon spelen. Daar gaan we dan. Dortmund. Ik ben benieuwd waar hun mee gaan aantreden. We gaan even hun opstelling checken, want de onze kennen we wel. Ik ben benieuwd naar die van hun. Nou, daar gaan we de opstellingen. En hier dus die van Dortmund. Malen, Haaland daar in de spits. Royce erachter. Brandt en Bellingham. Can. Guerrero, Hummels, Akanji, Meunier en Boerki. Oké, interessant. Maakt de teamfoto's. Maar wij spelen dus uit. Ik verwacht dat dit zwaar gaat worden. In het stadion van Borussia. Maar goed. Laten we op naar de aftrap gaan. Nou, daar gaan we dan. Wij mogen aftrappen. We zijn begonnen. Oké, Dortmund lijkt al gauw een aanval op te willen gaan zetten. Ze hadden ook gauw de bal van me veroverd. En ik kom er gewoon nu al niet meer aan. Haaland, schot geblokt. Oké, Tadic hier. Tadic. Ik weet niet wie daar is. Nog een keer. Ja, nu doelkans. Oh, Leertje! Is er geen buitenspel? Lijkt er niet op. En dan hebben we hem hier binnen getikt. Sebi. Sebastian brengt ons hier op voorsprong tegen Dortmund. Meteen het hele stadion de mond gesnoerd. Onze grote man, Sebastian Haller met de 0-1. Lekker man. Alright, Haller hier meegeven. Nu is Anthony, of ik wil weer Anthony zeggen, maar Neres is hier vertrokken. Keeper komt uit Stiftum. Oh, ik had hem moeten afleggen misschien. Daar zo. Oh, dit is iets te ver, maar het is Berghuis die belandt op de verdediging. Of strand op de verdediging. Het schot werd in ieder geval geblokt. Kunnen we hier nog iets opzetten? Hallertje? Nee. Kom op, Blind. Juist. Strijden. Oh, minder gestreden. Oh. Cruciaal inderdaad, Siert. Huh. Ik zie daar weer. Neres. Wat gaan we doen? Berghuizie met de voorzet. Nee, ik kom niet aan. Alvarez is mee teruggekomen. Oh, hier ontstaan heel veel ruimtes. Een schot en een goal. Oh, volgens mij is dat Royce of niet? Ja, Royce.
Ook een goede speler, Royce. Goed geschoten ook. Nou ja, zijn we weer terug bij af. Alright, Tadic. Doen we maar even voorzetten. Haller. Nee. Kunnen we hier balbezit houden? Ja. Geen buitenspel gelukkig. Aker ertussen. Lekker strijden. Nee, waarom? Het klopt dat ik daarvoor cirkeltje had ingedrukt. Maar dat was nog voor de staande tackle om die bal te veroveren. Niet om te schieten. Zonde, zonde, zonde. Maar we zijn alweer in balbezit. Masraoui. Geef hem mee. Oh, terugleggen. Nog een keer. Nou, uithalen. Paul! Oh, ga die kant op. Ik wou zeggen, daar is een openeres. Openeres. Meegeven. Oh, ik had hem misschien overheen moeten gooien. Hoog diep balletje. Oké, we hebben nog wel balbezit. Wat hebben we hier? Haller. Nee, de lijn! Nog een keer. Nee. Blind dan. Boemen. En nee. Corner denk ik weer. Geplaatst schotje. Dusan. Oh! Oh jee, nou hebben we opeens 3 tegen ons hier. 3 Dortmund-spelers, een pegel gaat over. Uh-oh, weer een schot. Oké, lekker, vlekken. Goeie redding. Deze wedstrijd gaat eng heen en weer. Oh crap. Goeie onderschepping daar van Dortmund. Die nou dus weer op zoek gaan naar een kans. En lekker, dat is wel een hoekschop denk ik. Nee, doeltrap, oké. Alright, nu is Haller hier. Jij moet het doen, Haller. Ja, op aangeven van Alvarez. Staan we weer voor 2-1. Ho. Kijk eens wat een pot, jong. Kansen zat overal voor elk team. Maar we hebben hier de voorsprong. We zagen hem gaan. Daar ging de run. We gaven hem mee. En vervolgens Haller die hem afrondt. 2-1. Alright. Daar komen wij aan de bal. Oh, ik denk ik kan hem daar nog meegeven. Dortmund nou op zoek naar een gelijkmaker natuurlijk. Oh, veel druk. Masraoui. En de scheidsfluit af. Wat ben ik daar blij mee. 1-2 overwinning. Zo. Stik voorzichtig, Rick. Spannend potje wel. Spannend, spannend potje wel. Oh. Wel een leuke pot. Ik heb me er hartstikke mee vermaakt. Ik hoop jullie ook. De rest van de Champions League wordt nog lachen. Wordt nog interessant op deze manier. En dan is dat gedaan. En zijn we bij het einde van de maand. Er staat hier weer ontwikkeling Haller. Wat zijn we nou aan het doen, jongen? Hij is gewoon gebalanceerd aan het trainen. Nou, prachtig. Prachtig. In ieder geval, ik zim even direct naar het volgende dagje. Stoppen. Hartstikke idee. Gaan we even nog de jeugd doorchecken. Oeh, Jesus Christ, we hebben er weer een. Weer een Deen. Ik denk dat het een middenvelder gaat zijn. Misschien wel een spits, who knows, wat zijn zijn stats? Kunnen we dan niet eenmaal zien. Maar, 17 jaar, algemeen. Tussen de 56 en 78 en zijn potentieel tussen 68 en 94. Konrad Christiansen. Hij is al 3,2 miljoen waard dus. En wij gaan voor minimaal 1 miljoen waarde aan jeugdspelers. Dus dit gaat er dik overheen. Contracteer deze man. Ik moest me gewoon meteen checken wat de beste man is. En het is een Cam. Konrad Christiansen. Eens even zien. Hoe is zijn afmaken? Als zijn afmaken lijkt goed, dus kunnen we misschien beter gaan. Ah, valt van mee. 60. 60. Zijn passing is wel goed. Ik denk dat Cam, of nou ja, dat zeg ik wel, zijn visie. Visie. Ik ben gauw geneigd nu die letters visie te zeggen van de NBA. Maar dat maakt niet uit. Dat doet er niet toe. Ik dwaal af. Dit lijkt in principe. Ik zie de passingstijl. Oh, 71. Ja, ja. Dit zou een Cam kunnen wezen. Misschien een vleugelspelertje of zo erbij naast. Wie weet, hebben jullie ook ideeën? Anyway, dit was het wel voor nu. De maand is over. Volgende aflevering gaan we lekker verder. En ja, zoals ik al zei, willen jullie morgen al op de zaterdag een nieuwe Ajax carrière. Met 200 likes op deze video. Kunnen jullie vast wel. En dan komt er morgen een nieuwe. Ik bedank jullie in ieder geval voor de support. Druk op dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer als je meer wil zien. En druk dan meteen op dat belletje om de notificaties aan te zetten. En verder wens ik jullie en nog een hele fijne dag. Een heel fijn weekend wat eraan gaat komen. En ja, tot de volgende video. Ciao!